Welkom bij de Landbouwbeurs Noorden Centraal Nederland. Hierbij een toelichting op de beursnotering van een MLO'er betreffende week 7. De uien wat in de lift. Het doet ook allemaal wat vriendelijker aan. De stemming is ook als prijshoudend weergegeven. Dat houdt in dat er vraag en aanbod gelijk is of iets meer vraag als aanbod. En gaf zowel bij de 30-60% grof als de 60% grof een stijging te zien. Nou, voor het eerst weer een notering voor rode uien. Een paar weken vanwege te weinig transacties geen notering geweest. En het is op basis van een paar transacties is dit tot stand gekomen. Er is 23-25 genoteerd, maar de stemming is flauw. Dan de peen is ook wat geklommen. In Zwaling maakt nog geen zomer. Dat betekent niet dat er echt stijgende lijnen zit, maar omdat er voor een enkele partij wat meer betaald was, is deze stijging tot stand gekomen. Maar de stemming is nog als rustig omschreven. Nou, dan de biopeen is gewoon flauw. Van 25 tot 30, maar er gebeurt heel weinig en het aanbod is aanmerkelijk groter als de vraag. Daar hebben we weer een klein plusje erbij, dat gaat heen en weer iedere keer wat. Vorige week zakte die wat, had ook met het coronavirus te maken en de stemming op de markt is als rustig omschreven. In stro geldt dezelfde rustige stemming en onveranderde prijzen. De peendag is op 4 maart en het vooruit in Emmeloord, dus kan u, als u meer over peen wil weten of horen, is morgens in het vooruit en smiddags op een bedrijf wat nog nader bekendgemaakt wordt, georganiseerd door BO Zaden. Tot de volgende week.